Goedemorgen en welkom bij Vlogmas dag 23. Vandaag bijna 1:30 en ik ben aan het wachten op Leonard Wolfs, de DJ, jawel, he's coming to my home. We gaan iets filmen samen, dus dat gaat wel tof zijn. Ik ben kei benieuwd. Ik heb mijn make-up al gedaan, ik heb precies zoveel make-up op. Dat is niet de bedoeling. Maar het lijkt zo. Maar oké. Dit is mijn outfit. Ik heb een blouseje aan van Safu. En een broek Bershka. En mijn sokken zijn H&M of zo. Ik weet het niet. We gaan iets filmen voor zijn eindejaarsvideo. Of 2018 video. Ik weet het niet juist. Ja, ik ben alleszins heel benieuwd. Ook heel moe. Want het was deze nacht 1 uur. En deze morgen 8 uur en 7 uur is voor mij echt weinig. Maar ja, we will make it through the day. Kijk wie hier is! Hey! Boom, boom, boom. Oh my, we zijn kei onscherp. Boom, en, boom. En ik ben ondertussen in mijn bikini. Weet je, zo gaat dat hier, hè? Je mannen zeggen tegen mij, doe een bikini aan. Ik luister, hè? Ja, ik in bikini was niet zo mooi. Nee? Daarom... Ik weet het niet. Kan je dat proberen? Ik vind dat een goed idee. Ik vind dat ook een goed idee. Ja, ik denk het. Super. Hallo. What the fuck doet jij hier? Oeps, verkeerde video. Oké, ondertussen is Leonard weg. We hebben iets gefilmd, maar binnenkort zullen jullie dat wel online zien. Ik ga dat sowieso wel delen op mijn Instagram en zo. Ondertussen mijn... chillbroek van Totally Too aangedaan. Mijn haar even samen gedaan. En... thanks Milky. Showing off your ass. Looking good. De katjes komen allemaal omdat ik hier zit en ze denken dat ik iets heb. Maar dus, ik heb zo net een pakketje aangekregen. Een hele lieve man kwam dat brengen. Ik weet eigenlijk niet wie dat was. Ik had niet verwacht dat hij dat zou komen brengen, maar alleszins, hij was heel lief en vriendelijk. En het is allemaal Yankee Candle stuff. Ik ga het uitpakken en dan ga ik alles laten zien. Dit is het zakje waar het allemaal in zat. En everybody loves Yankee Candle. En komt trouwens van... oh, ik weet niet of dat... oh my god, mijn GSM heeft ook dat rood lichtje. What the hell? Oh my god, dat is eng. Ik dacht dat dat alleen de X was. Oei, papa. En ik heb dus bij Beauty & Bob's besteld. Dus dan weten jullie dat, mochten jullie dat ook willen. Voor ik deze kaarsen ga laten zien. Zoals jullie weten heb ik 1 Yankee Candle. Van op Amazon besteld. Dat is deze, Christmas Eve. Die zit nu ongeveer in de helft. Ruikt heel lekker. En ik laat die echt bijna elke dag branden. En nog zit die maar aan de helft. Dus die gaan heel lang mee. Maar op Yankee Candle kostte... op Amazon kostte die kaars zoveel meer. Dus ja, daarom heb ik bij Beauty & Bob's besteld. En ik heb deze gekozen. Ik ben gewoon op namen afgegaan. Ik heb ze nog niet geroken. Dus ik ga ze nu ook samen met jullie ruiken. Oké, als eerste hebben we eentje, ik heb er 2, ja, kerst-winter gerelateerd en eentje is meer zo lente. Dus ik dacht voor binnenkort, oh god, laat ik bijna vallen. Als eerste hebben we de Icy Blue Spurge. Ik hoop dat ik dat juist uitspreek. Hij ziet er zo uit. En I'm gonna smell. Oh, oh, ik ben echt heel slecht in geuren omschrijven. Oh, het ruikt wel echt heel lekker. Als ik mag zeggen... ja, een beetje zo... staat dat er niet op? Hoe dat ruikt? Nee, denk ik. Ik
weet het niet. Naar zo een frisse morgen in de sneeuw zo. Dat ruikt naar een beetje naar dennenboom. Naar zo'n superverse kerstboom. Met zo sneeuw of zo. Sneeuw heeft geen geur, maar ja, alleszins ruikt super lekker. Ik kan echt slecht omschrijven, sorry. Dan hebben we de Winter Wonder kaars. Deze is groot. Deze is medium. En dan hebben we ook nog zelfs een kleintje. Nou, deze ziet er zo uit. Nu de smeltest. Ik ga eerst eens kijken. En ja, daar staat niet op hoe dat zou ruiken. Ah, jawel, hier wel, denk ik. Orange oil. Octabenzone. Ik weet niet. En terpenes. Ik weet het niet. Oké. Okay. Oh my god, dit ruikt super. Oh my god, dat ruikt lekker. Wauw. Ruikt lekker? Milky, wil je ook eens ruiken? Milky ruikt, kijk. Ruikt lekker, hè? Oei. Toch niet? Ruikt heel fris ook. Een heel frisse geur. Een beetje vanille, denk ik. Denk ik. Ja, echt zo heel fris en crispy. Maar ook een beetje naar boterkoekjes of zo. Gemengd. Ja. Alleszins ruikt echt super lekker. Ik ben iemand die wel meer van spicy geuren houdt dan van hele zoete geuren. Allee, zo hele zoete, suikerige geuren. Maar deze twee zijn echt perfect. Dan heb ik nog Pink Dragon Fruit. Het ziet er zo uit, dat is een kleine. Super cute. En let's smell. Oh, doet mij denken aan hele lekkere roze bloemetjes of zo. Heel lente-zomerachtig. Oh ja, echt super lekker. Woehoe. Dan heb ik ook nog dit. Dit is voor op de kaars te zetten eigenlijk. Like this. Allee, het deksel er dan wel af. Dus dan heeft dat zo nog een mooier effect. Dan hebben we nog dit. En dit is om de wick te knippen. Super handig, want mijn kaars die nu aan het branden is, was zo gebrand dat die wick zo te diep zat. Dus ik kon die niet meer aandoen. Dus heb ik zelf met stokjes rondom moeten peuteren, wat een heel gedoe was. Dus dit is wel echt super handy. En dan zit er ook nog bij hoe dat je je Yankee Candle moet verzorgen. Wat ook super handig is, want ja, dat zijn kaarsen, maar die hebben echt wel verzorging nodig. Want anders krijg je zoiets als bij mijn andere. Die zijkanten zijn zo helemaal, die branden niet mee en zo'n dingen. Ik ben echt super blij mee. Woehoe! Ik ga denk ik die witte al branden. Of ik weet eigenlijk nog niet welke. Ik ga zien. Wij zijn terug thuis. We waren bij Noah. Ik denk dat ik één beeld of zo heb gefilmd. Mijn ouders waren er ook. Altijd als we bij Noah zijn, dan filmen we niet. Ja, want je bent zo bezig. Ja. Die is echt zo schattig. Echt schattig. Ja, het is echt wel. Allee, alle kindjes zijn wel mooi, maar het is toch wel een van de mooiste kindjes die ik ooit heb gezien. Ze hebben dat goed gedaan, ja. Ja, ik vind hem echt zo'n mooi kindje. Dat is echt schattig. En niet omdat dat mijn bestie is of zo, maar gewoon. Jij bent ook een schattig kindje. Jij bent schattig, ja. Jij bent ook een schattig kindje. En mijn ouders waren dus daar, die kwamen op bezoek. Ja. En Laurens was ook even daar. Yes. Dus het was wel gezellig. Het was wel weer heel fijn. Ja, en ik heb Noah nog even vastgepakt. Oh, je ziet er zo schattig uit ook. Oh. Als zo'n mamatje of zo. Ja, we gaan kindjes beginnen. Nee, maar als we ooit een kindje hebben, dan zouden we dat super goed doen. Ja? Ja, ze ziet er mooi uit zo. Maar dan misschien niet meer, hè? Hoe bedoel je? Als ik over 3 jaar, 4 of 5 jaar aan kinderen wil beginnen, ben ik misschien al versleten. Ja, maar dat bedoel ik niet. Ik bedoel, dat past gewoon mooi bij u zo.
Ja. Ja? Ik weet niet, ik vind dat raar bij mij. Ik zie mij niet met een kindje, nog niet. Ik zie mij echt niet met een kind. Ooit gaat je dat heel goed doen. Ja, als ik dat ooit wil, hè. Maar momenteel klopt mijn... Nee, tikt mijn moeder klok echt nog niet. Om eerlijk te zijn. Ja, ik krijg die vraag, zeker nu dat Celine een kind heeft gekregen. Krijg ik die echt vaak. Maar... We hebben nog heel veel andere coole plannen. Ja, het klopt gewoon nog. Het tikt gewoon echt nog niet. Ik zou nu echt nog geen kindje willen. Tikt niet zo lang. Nee? Hoort je het? Je bent wel een beetje getikt, maar... Zeg. Nee, dat zou gewoon niet in ons leven nu nog niet passen. Dus, maar ik vind Noah wel heel schattig. Echt heel schattig. It's time for advent calendars. Muffin is al aan het kijken. Ik denk dan, yes. Sorry trouwens dat ik mijn haren zo raar heb. Maar even samen gedaan. Oké. Oeh, bij Bruno Vasari zit een lippenstift. Wauw, ziet er mooi uit. Ik zal hem eens wat doen. Zeg je muffin? Muffin. You're blocking my view. Het is ook wel raar rood. Oh, ik vind het wel heel mooi. Maar ik heb ook al oogmake-up op, dus misschien is het too much voor nu. Maar echt super mooi. Ik zal trouwens eens kijken wat de kleur is voor als jullie hem zelf willen. Het is nummer 6. Dus de lippenstift van Bruno Vasari in nummer 6. Koraalkleurtje. Kijk, mooi. Misschien had ik dit wel gaan opdoen met kerstmis. Of rood. Ik ben nog niet zeker. Hier zit de Clearly Corrective Brightening and Smoothing Moisturizing Treatment in. Die ziet er zo uit. En dan nog voor de katjes. Wie wil er een snoepje? Wilt jij een snoepje melk? Jij zin in snoepjes? Milkie. Wat je snoepje? Snoepje? Nee. Oké. Willen jullie snoepjes? Oeh ja. Ik wel hoor. Geef me maar een snoepje. Jij Sjelleke? Oké. Hier heb ik eigenlijk zo goed als alles al open gedaan. Omdat die niet elk snoepje eten, moest ik zoeken. Hier is het 23. Let's see. Oh nee, die eten ze weer niet. Oh. Oké, ik ga gewoon alles open doen. En, aha, deze eten ze. Zijn er die? Ja, oké. Kom maar hier, kom. Hier.